Pietro zie ik vaak trainen met meer scores. Heb ik vorige week nog competitie zien spelen ook. Meis daarentegen zie ik nooit, spreek ik nooit. Ik weet niet zo goed of hoeveel hij nog speelt. Neem niet weg dat Meis natuurlijk altijd super handig met zijn racket is. En die bal fantastisch heerlijk weg kan leggen. Als ik mijn geld in zou moeten zetten, dan zou ik het op Pietro zetten. Maar dat is puur mijn eerste gevoel. Ja, ik deel dat gevoel zeker met jou. Al weet je het inderdaad nooit met René. Die hele goede wedstrijden af kan wisselen met soms ook iets minder goede wedstrijden. René, vroeger professioneel scores ook gespeeld. Ja. Momenteel is hij leraar lichamelijke opvoeding bij de middelbare school. Is goed begrijp, dus iets minder tijd voor scores. Ja. Daarnaast heeft hij ook twee kleine dochtertjes. Dus dat zal ook wat tijd opslokken om minder met scores bezig te zijn. Toch speelt hij nog steeds wel een aantal toernooien op het Dunlop circuit, geloof ik. Ja. En volgens mij hebben ze Pietro en René elkaar een maand geleden nog in de finale ontmoet. Met een overwinning voor Pietro. We zijn benieuwd, we gaan het zien. Het belooft denk ik wel een mooie wedstrijd te worden. Ja, dat denk ik ook wel. Scheidsrechter bij deze wedstrijd is niet Ton Meijs natuurlijk, de vader van. Hè? Vanavond zit Jos Aerts aan de microfoon. Ja, hopelijk kan hij het in goede banen leiden. Ja. Heel belangrijk inderdaad. Ja, misschien nog wat andere leuke feitjes. Pietro Sweertman, 4 keer in de finale gestaan van de Nederlandse kampioenschappen. En hij heeft hem 4 keer verloren. Dus ik denk dat hij heel erg op gebrand is om het één stapje verder of één stapje beter te doen dit jaar. Heeft de afgelopen 2 jaar flink weer gespeeld op de PSA. Na een tijdje van de PSA Tour af te zijn, of tenminste gestopt te zijn met PSA spelen. Ja. Wat er nu voor zorgt dat hij weer nummer 70 van de wereld staat. In 2015 3 PSA toernooien gewonnen. Dus we gaan het zien of hij in topvorm is. Ik heb hem zelf een tijdje niet gespeeld, dus ik ben heel erg benieuwd. Ja, en zijn hoogste ranking was 63 op de PSA. En ik weet niet, weet jij dat Frank? Is dat van zijn eerste, zeg maar, poging op de Tour geweest? Of is dat recentelijk geweest? Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik geloof dat het recentelijk is geweest, maar ik durf het niet met 100% zekerheid te zeggen. Maar goed, puur het feit dat hij 3 toernooien heeft gewonnen in 2015 zegt wel dat hij het ook op de PSA goed doet momenteel. Zeker. Een paar mooie tours gemaakt in Australië, in Zuid-Amerika. Wat hij daarvoor eigenlijk nooit deed. Wat er ook voor zorgt dat je toch wel wat meer punten kan halen dan op het hele sterke Europese circuit. Ja, zeker. Ja. En we gaan beginnen. Pietro begint. Linkshandige tegen rechtshandige. Altijd mooie battles. Zegt een linkshandige. Twee linkshandigen. Tegen eigenlijk. De linkshandige. Ja. Ja. 0-0. We're off. Ja, ik verwacht in het begin wel lekker lange rallies. Zeker Pietro zal denk ik gewoon lekker die bal in het spel houden. Meis flink laten werken die eerste game. Ja, ik denk dat het belangrijk is voor alle twee om even aan de baan te wennen. Ik weet niet of veel van de kijkers ook wel eens op het Center Court bij Frans Otterstadion hebben gespeeld. Maar dat is toch wel een iets andere baan dan de meeste, waar je toch wel eventjes tijd voor nodig hebt om eraan te wennen. En je ziet het meteen, de twee spelers die testen de baan een beetje uit, testen elkaar een beetje uit. Proberen het gevoel voor de bal te krijgen, de juiste lengte te halen. En, hij is nog steeds bezig. Kijk, een flik van Meijs zit Pietro net even op het verkeerde been, waardoor hij net te laat is bij de bal. De bal die glijdt nooit van hem vandaan. Dat is toch zonde. Ik denk dat Meijs daar voor moet waken, dat hij niet te veel fouten gaat maken tijdens deze wedstrijd. Ja. Niet te veel gratis punten aan Pietro geeft. Kijk hier, de tweede. Ja, ik denk dat inderdaad wel beslissend gaat zijn voor hoe Meijs hier kans maken. Voor een game of misschien de wedstrijd te pakken. Maar het is, ja, wat jij al zei in de intro eigenlijk. Hè? Meijs kan een fantastische wedstrijd spelen. Maar ook af en toe zijn kopie laten hangen of even gewoon niet goed concentreren. En dan hakt hij er gewoon een paar achter elkaar in de tin. Ja. En dat, ja, dat gaat hem de wedstrijd kosten inderdaad. Kijk, mooie bal, mooi gespeeld.
Ik denk dat het goed is om te doen. Goed die bal opzetten achterin. En dan pas echt als je die kans hebt om Pierre naar voren te laten gaan. Een beetje een gelukkige bal, hè? Die mooi in de nick, in de middel nick, ik weet eigenlijk niet, heb je daar een bepaalde naam voor? De nick? Toch wel, ja. We krijgen natuurlijk allemaal van die comments op social media van, dat heet niet een nick, dat heet iets anders. Maar als je het weet, laat het ons weten. Ja, het is erg dat wij het eigenlijk niet weten. Oh, mooie bal. Echt goed. Mooie hold, perfect uitgevoerde crosscourt dropshot, rollend in de nick. Oh, bijna rollend. Ja, dat is perfecte bal. Ja, en Meijs die zet meteen de druk erop bij Pedro, op die twee fouten na die hij maakte. En neemt die brutale leiding. Ja, en als je dan inderdaad bedenkt dat Meijs twee fouten heeft, twee echt unforced errors eigenlijk heeft gemaakt, hè? Ja. Hij staat 5-2 voor. Als hij die, ja, en hij heeft ook het initiatief, hè. Kijk, hij perfect naar voren gestapt, mooi tempo eruit te halen. Pedro goed onder druk. Pedro die is momenteel voornamelijk bezig met ballen terugslaan. Ja. En Meijs die maakt het spel. Ja, ik ben heel benieuwd ook hoe Meijs en nu dit NK ingaat. Want jij zei van tevoren, inderdaad, hij heeft nu een baan als leraar lichamelijke opvoeding, heeft twee dochters. Ja, ik ben benieuwd of hij tegenwoordig misschien wat relaxter is als hij het NK ingaat. Ik weet niet of hij nog ambities heeft om in het Nederlands team te spelen. Maar ja, misschien wat ontspannen, wat vrij. Ja, dat scheelt toch hoor, als je gewoon vrij in je hoofd kan spelen zonder te veel druk erop voor jezelf. Ja, dan speel je wat ontspannender, dus je arm vrij. En dan gaan die ballen vaak ook daar weer. Mooie squeeze van Pietro. Goede lengte, diep in het hoek. Squeeze. Ja. Mooi. Mooi. Ja. Engelse term. Zij, wij kijken ook naar PSA Sports TV en daar pak je nog wel eens een mooie terminologie op. 6-4. Ja, dat klinkt, ik vind dat ook best wel raar om te zeggen. Ik zeg eigenlijk inderdaad automatisch altijd, de bal is tight. Hij stak langs de muur. En stak langs de muur, dat klinkt gewoon niet helemaal lekker eigenlijk. Dus als ik vanaf nu tight zeg, dan zou ik dat bedoelen. Ja. Och. Zag je net dat Meijs dacht dat hij de rally al had gewonnen. Ja. Pedro die kreeg mooi die dropje terug. Zegt iedereen over till the fat lady sings. Hè? Pedro zeker met zijn krachtige passen. Yes, 6-4. Okay. Ik vond hem vrij lui gevraagd. Laat ik het ik wou zeggen, het is, zeker van deze hoek is het een led meer dan... Ja, het meeste wat hij had kunnen krijgen. De eerste fout van Pedro. Dat zie je niet heel vaak hoor. Pedro kan. Pedro maakt op zich niet heel veel fouten. Tenzij hij echt onder druk wordt gezet. Dan wilde hij af en toe nog even wat geks doen. Maar normaal gesproken, zeker op zo'n bal. Misschien een beetje zenuwen toch. Pedro probeert de tempo er wat op te zetten. Oh. Nou, het klonk een beetje alsof jij die bal probeerde te halen, Frank, of niet? Ja, ik heb ook een spiertje verrekt. Mooie cross van Meijs. Oh. Goeie rally dit hoor. Druk zit er mooi op. Hoog tempo. Tijd. Laat ze elkaar hard werken. Pedro is hard aan het werken. Mooie bal. Oh, ik wil bijna klappen. Mag gewoon, Frank. Mooie rally. Erg mooie rally. Goed gespeeld van beide kanten. Komt ie.
Hoppa, kijk. Taxi. 8-4 voor Meis. Ja, Meis die zit mooi, die grijpt Pedro bij zijn keel. Kijk hoe Pedro reageert hierop. Waarschijnlijk net zo stoïcijns als altijd. Ja, ik denk dat we niet heel veel aan hem zien. Nee, ik denk het ook niet. Zou dat wel mooi zijn om een keer allemaal close-ups van Pedro's gezichtsuitdrukking hier te hebben in een sportswedstrijd. Nou, ik denk dat er niet veel verandert. 5-8. Zo jammer eigenlijk dat Meis op die bal gokte. Ja, deed hij net ook trouwens. Toen had hij hem. Zonde. Ja, je zou zeggen dat het nog niet nodig is, maar misschien wil hij heel graag dat punt forceren. Kijk, speelt Pedro hem wel in zijn racket. Dan staat Pedro meteen onder druk. Maar nee, ik zou dat ook niet heel snel doen. Zeker op dit moment in de game niet, waar je echt voor elk punt wel wil vechten. En. Die is mooi achterin trouwens, maar ik wilde net zeggen, die heeft nog een beetje de lengte in zijn slagen zoekt. Ja, ze zijn nog niet gevonden, ze vallen nog niet helemaal lekker. Maar je ziet dat die, zo bijzonder trouwens, ze valt heel erg de voorrend van Meis aan achterin. Zal het een bepaalde strategie zijn, denk je? 7-8. Ja. Of is het gewoon Pedro die heel erg van de crosscourt houdt, die eruit komt. Oh, een mooie drop daar. Vecht zich mooi terug, inderdaad. Beetje awkward lunge van Meis. Mooie lop om uit de druk te komen. Oh, doet je goed? Ja, die was goed. Kijk maar naar de reactie van René. Gelukje voor Pedro, want die zat goed aan de muur vast. René loopt niet eens. Hij trapte mij uit frustratie weg. 8-8. Staat weer gelijk. Een paar belangrijke punten. Ja, wat was het? 8-4 voor? 8-4 voor René, ja. Ging ook best wel snel die laatste 4 punten, om heel eerlijk te zijn. Ja. Natuurlijk een mazzeltje dat laatste punt, maar zeker die eerste 2 punten toch wel redelijk eenvoudig aan Pedro gegeven aan mijn gevoel. Dat is beter. Goed te drukken achterin, zit echt wel Pedro's backhand aanvallen, zou ik doen als ik René was. En af en toe de tempo er maar uithalen. Dat houdt Pedro toch wel voor. Pedro raakte daar René Meis in zijn slag. Ja, vriendelijk om een led te spelen. 8-9. Officieel? Ja, officieel. Backswing iemand raken is natuurlijk wel een strook. Ja. Maar goed, je ziet vaak dat toch niet gebeurt tijdens de wedstrijd. Zeker ook niet de intentie om de tegenstander te slaan. Denk ik. Heel boos gespeeld van René. Ja, heel veel. Heel veel. Ja, gaat hij dus de derde deze derde wel. In principe, ja. Pedro, in ieder geval nu in de eerste game, na die boos gaat hij wel elke keer weer naar achter. Dus ja, in principe. Zullen we zien dat hij nu erop trouwens? Ja, natuurlijk. Ja, maar dit is wel een boos die veroorzaakt door de goede lengte van Pedro. Hè. Dus dat is de eerste keer dat Pedro zelf die boos. Eigenlijk forceert, daarvoor wil Meis wil aanvallen met de boos zelf. Dus dan staat Pedro waarschijnlijk ook niet perfect voor om die bal kort te spelen. Nu kan je inderdaad misschien veiliger om die bal naar achteren te slaan, om zelf onder die druk uit te komen. Ja. Ja, goede comeback van Pedro. Stond zeker. Op, zeker niet heel veel te vertellen in het begin van de wedstrijd. Of tenminste in het begin van de game. En staat mooi 9-8 voor. Oh, wat zal dit zijn? Yes, let. Yes, let. Game spelen, Pedro. Game.
Kun je spelen, dat denk erom. Yes, let, 9-8 van S. Dat is een bijzondere argumentatie. Als je hem kan spelen, is het geen let, toch? Ik vind het wijselijk stil. Ja, ik hou wijselijk mijn mond. Ja. Jos Aerts keek me net nog even aan. Zo. Geen commentaar op de tijd. Lekker boos je wel. Huh? Oh, bal lek of zo? Wat gebeurde? Bal uit het publiek. Of in het publiek bedoel ik. Uit de baan. De bal ligt onder de tribune. De broer van René Meijs die kruipt hier... tussen de camera's door, over de draden. En hij is gevonden. Hij is gevonden. 9-9. 9-9. Business part of the game. 9-9. Gaat hij weer hoor. God. Risky. Ja, nee. Gefrustreerd ook. Ik denk wel, René, een kans maken deze wedstrijd. Is deze eerste game toch echt wel cruciaal? Zonde dat hij. Voor die drop gaat. Ja. Ik ben benieuwd of hij nu de rally aangaat. Of dat hij misschien denkt: alles op niks en ik ga toch wel weer voor een winner. Ja. Goed zien. Shot. Ja, maar dat eerste game van Pietro. Die meteen zijn hartslagmeter uitzet. Eerste game 11-9 voor Pietro. Ja. Wel, ja, we zeggen een bijzondere game. Maar Meijs natuurlijk die misschien wel tegen de verwachting in eigenlijk in het begin een beetje uitliep. Ja, goed de lijnen pakken. 8-4 voor. En vervolgens Pietro die terugkomt op 8-8 en daarna eigenlijk... Koelbloedig de game uitslaat, inderdaad. Een mooie nikbal van Meijs erbij, maar tenminste uit de boost. Maar verder eigenlijk ook niet echt meer in de rallies in de problemen kwam. Hup. Dus perfecte mooie kill. Hartslagmeter uit. Klaar voor de volgende game. Ja, ja dat is natuurlijk wel, wel gevaarlijk met Pietro, hè? Linkshandig. En als je op zijn volley gaat geven, of als hij hem op zijn volley krijgt, dan kan hij natuurlijk wel lekker wegleggen, zoals bij dat laatste punt. Dus dat, ja, daar weten we alles van, hè. Zeg, de voorhand van de meeste lefties is een plek waar je vandaan wil blijven. Dat heel erg gewend is om aan die kant te spelen. Dat de meeste rechtshandigen ook vaak aan hun backhand kant spelen, omdat ze dat gewend zijn. Dus het is echt een wapen. Dus het is echt ook aan René, denk ik, om zoveel mogelijk bij die voorhand vandaan te blijven. Ja. Om die bal goed achterin diep op zijn backhand te houden. En wat bij Pietro, ook vaak wel helpt, is om hem af en toe wat te stoppen. Dus niet in één vloeiende beweging en dan te laten bewegen. Bewegen. Ja, ja. Lekker vloeiende zin. 0-0, hartslagmeter aan. En gaan nu beginnen. Wat zou zijn hartslag zijn trouwens? Daar ben ik wel benieuwd naar. Ja, ik weet dat wij vroeger hebben wij. Maximaal testen gehad. En dat Pietro op een gegeven moment op de loopband stond. En dat was dat we elke keer 1,5 kilometer per uur sneller moesten. Mooie 3 meter lang. Ja, shot. En dat Pietro op een gegeven moment volgens mij op een kilometerstand van 22 ging. En niet meer harder kon rennen, waardoor hij moest stoppen. En toen was zijn maximum hartslag rond de 188. Dus dat was heel erg laag. Hij kon gewoon de snelheid niet meer aan. En Pietro is met recht een machine. Ja. Maar dat zie je ook wel aan. Hij geen grammetje vet te veel. Nee. Ja. Volgens mij, Frank, was dat diezelfde test. Ik weet niet wat jouw hartslag was, maar ik weet dat mijn max 211 was. Ja, die van mij was 207. En ik haalde de 22 niet. Ik ook niet. Misschien zegt dat iets waarom wij nu gewoon hier zitten. Klopt. In plaats van op de baan. Ja, ik ben er ook blij toe dat ik hier zit. Met heel eerlijk zijn. Hey Pietro, is deze game lekker begonnen? Had de eerste rally. 1-2. Mooi dropje. Nu 2-1 voor, mij gespeerd. Ja, ik ben benieuwd hoe Meijs dat verlies van de eerste game oppakt. Ja. Ik hoop dat hij zijn tactiek gaat veranderen. Dat hij gewoon doorgaat met wat hij net deed.
veel voor de kansen gaan die hij krijgt. Waar het zo te zien wel op lijkt. Hold, hold, hold. Oh. Ik vond het altijd heel lastig om tegen René te spelen. Omdat het redelijk onorthodox is. En moeilijk om te lezen. Je weet nooit precies wat er gaat komen. Hij kan in één keer heel erg steady gaan spelen. En dan kan hij rallies achter elkaar elke bal voor de nek willen slaan. Of dropjes, crosscourt dropjes. Moeilijk om in een goed ritme te komen. Mm-hmm. En bedoel je dan ook met hem dat je ook niet zo goed wist wat er ging komen als in welke bal die ging slaan? Want hij kan natuurlijk vooral heel mooi disguisen en holden en flikken. De flik van Meister. Zo zonde, zo jammer. Ja, hetzelfde met Pedro. Pedro die heeft natuurlijk veel kracht in zijn voorarm. Die slaat crosscourts met 300 km per uur zonder dat je zijn racket ziet bewegen als het ware. Dat ook vrij lastig is om te lezen. Oh, deze jongens hebben zo vaak tegen elkaar gespeeld dat die ik denk niet heel snel meer verrast zullen zijn van wat er gaat gebeuren op de baan. Ja, Pedro, laat mij eens nu hard werken. Ja, Pedro heeft het initiatief, hè, staat op de tee, pakt de volleys goed aan. En daardoor komt René ook moeilijk onder de druk vandaan. Even een pick-up. Ja, ik zou me voor kunnen stellen dat taxi, komt ie. Hup, kijk naar het hoofd van René, die gaat anticiperen op de boost. En Pedro's hoofd ook, hè? Mooi stil. 6-1. Pedro die wel de score weet. Ja, ik zou me heel goed voor kunnen stellen dat Meis nu nog iets meer voor de winner zou gaan. Oh, oeh. Kijk. Die heeft het vast geoefend, wat denk jij? Ja, dat is het tweede al, hè? Nee. Weet je wel hoe het heet? Nee. Ik heb nog geen input gekregen daarover. Ja, mooi lock-out. Ik denk van een lucky nick trouwens, wat denk je daarvan? Klinkt wel goed, toch? Shot, een hele mooie dropshot van mij. Mooi voor een mooie stretch, stil met zijn lichaam. Geloof ik, tenminste. Ja. Stil met zijn bovenlichaam in ieder geval. Slechte lengte van Pedro, mij staat erachter. Denk ik redelijk duidelijk. Ja. Zo, mooi. Heel mooi bal. Ah, nu is het meisje die terugkomt. 5-6. Van 6-2 geloof ik. Ja. Deze was net scherp genoeg. Dus mij is ook meer met dropshot aan het aanvallen is in plaats van met de boost. Die toch wat sneller voorin komen. Dat jij er minder tijd heeft om de bal te gaan halen. Ja. Zo scherp dan. Hij kan niet slaan, van mijn gevoel. Natuurlijk, ja. Ik denk wel. En nou, 7-5. Ja, toen ik in het begin zag, vond ik hem een beetje simpel, maar ja, als je herhaling ziet dan. Ja, op zich, er is natuurlijk wat voor te zeggen om het de strook te geven, maar je wil eigenlijk ook wel dat de spelers gewoon die bal doorspelen. Er ja. is ruimte om die bal te slaan en als hij naar achter slaat, heeft hij ook wel, kijk, dit is duidelijk. Schot schema.
aangeeft. Ja, persoonlijk ben ik zeker voor doorspelen. Ja. Zoveel mogelijk in ieder geval. Al had ik hem waarschijnlijk ook gevraagd als ik stond te spelen. Tegen Pietro. Maakt niet uit tegen wie. Blij dat de rally over was. Het lijkt spannend te worden, maar Pietro die pakt weer goed de leiding. Daan, sommel. 9-5. Is toch pas de eerste fout deze game, of niet? Dan heb ik eentje gemist. Durf ik niet te zeggen. Negen, vijf keer zo. 1-0 voor, 9-5 voor. Oeh. Oeh, dat is ook een ervaren draai van René. Was geen goede lengte van Pietro. Maar het ging blijkbaar snel genoeg om in ieder geval langs René te gaan. In de uiterste poging probeerde via de backwall hem terug te spelen. 10-5, Gable. Oh! Dat was de trickshot van de man. Oh, een bijzondere was dat. Een backwall volley boost. Surf return. Dat zie je niet vaak. Lekker, yes, lekker nonchalant. Nonchalant ook, ja. Ja. Dat staan ze wel. Ik heb die bal echt. Nou, ik kan me niet herinneren dat ik hem eerder heb gezien. Zo, dit is ook goed los. Het is een knap lastige bal in ieder geval. Ik zou zeker zeggen, probeer het zelf eens even op de scoresbaan. Succes. Nou, ik zou zeggen, probeer het niet. Eén training. We hebben 6 keer de schermans. Je hebt 2 keer zitten. Ja, Pietro die toch gedecideerd de tweede game pakt. 11-6. Kwam eigenlijk snel op voorsprong en gaf het niet heel erg meer weg. René gaat gecoacht worden door zijn vrouw, vriendin. Vrouw, denk ik. Ik weet het niet eigenlijk. Weer wat mooie replays hier. Dus die mooie crossdrop van Meis. Ja, net te scherp was voor Pietro. Kijk. Familie Meis. Ja, ik ben benieuwd wat daar gezegd wordt. Nou, René is als eerste op de baan. Lijkt de fysiek ook nog niet echt heel erg door aangetast te zijn deze wedstrijd. Nu door de derde game gelopen. Pietro staat weer klaar om de game te beginnen. Goed dat hij zo zacht zich mee eraan zet. Ik ga er ook op letten. Ik heb daar echt nooit op gelet, maar even kijken. Bal moet wel. Lopen. Kijk, daar yep. Gaat hij. Check. Ja, ik ben. Wat denk jij dat Meis nu gaat doen? Denkt hij dat hij. Gaat hij er vol voor om nog een game te pakken? Of gaat hij. Lekker gekke ballen slaan en genieten en zit hij al bij morgen? Je loopt in te slag. Ja, dat is een goede vraag. Eerst deze beslissing. Ja. Pietro niet heel veel ruimte om die bal te slaan. Ja, de voorwaartse weer in zijn slag. Hij kan niet staan. Schoosweerman 1-0. Nee, ik durf je niet te zeggen wat René gaat doen. We moeten het zien. Maar ik denk niet dat hij heel veel gaat wijzigen ten opzichte van hoe hij hiervoor speelde. Is hij niet blij met de scheidsrechter? Nee. Ergert zich wel wat. Geeft zichzelf een kleine kom op.
En de meis, dat is minimaal hinderen. 1-0. Wordt nu ook nog iets tegen René Meijs gezegd. Ik denk dat, de scheidsrechter Jos Aert vond dat Meijs wat makkelijk eigenlijk die led vroeg. Nou, ik denk dat hij daar ook wel gelijk in heeft. Gaf hem wel, trouwens. Ja. Maar 1-1. Ja. Een mooie strakke bal voor René. Jado staat lekker tussen die twee service boxes eigenlijk te bewegen. Lekker op die teen. Ja, hij zet zichzelf perfect op, hè, in het midden van de baan. Zijn positie. Dan krijg je daar een losse bal. Dan slaat hij hem weg zoals hij net deed. Ja. De rally perfect uit. Hè. Bouwt hem goed op. Houdt zijn positie. Moeilijke bal voor René. Krijgt een makkelijke bal terug. En slaat hem weg. Ja. Viering. Doe lekker. Omdat je alleen wat irriteert aan de loopt. Je moet naar de bal toe gaan. Viering. Ja. Is wat voor te zeggen. Ja, vind je? Nee. Ah, waarschijnlijk had hij hem gehad, maar inderdaad, hij doet niet heel veel moeite om die bal te halen. Nee. En daar had hij al een waarschuwing voor gekregen. Tenminste, een waarschuwing, maar een opmerking over gekregen. Ben je in ieder geval consistent. Head out. 2-4. Je ziet dat Meijs ook echt achter die servicebox komt, waar Kero echt best wel veel op de T staat. René Meijs veel aan het bewegen. Ja, Pedro heeft duidelijk initiatief. Ja. Hij zet goed de druk op en laat ook niet meer los, als het ware. Nou, hij ziet er goed scherp uit, moet ik eerlijk zeggen. Ja. 6-2. Twee foutjes volgens mij de hele wedstrijd tot nu toe. Als je die bal slaat, dan heb je een probleem. 6-2. Denk je dat? Zou een Pietro toch de gedoodverde favoriet Laurens Jan kunnen challengen dit jaar? Als hij daar... Pedro is tweede geplaatst, volgens mij. Ja. Dus als die elkaar zouden ontmoeten. Ja. Ja, het is een mooie rally. Ik ben een beetje inderdaad gewoon gefascineerd naar de rally aan het kijken. Zo, hoog tempo. Veel wisseling over kant op de stuk. En René die uiteindelijk Pietro op het verkeerde been zet. Een mooie lengte achterin de rally wint. Kost wat energie, weet je. Ja, pak nu ook goed de tijd. Ja, dat kreeg ik te horen van de scheidsrechter. Ja. 6-3, 2-0 voor Pietro. Ik denk dat Pietro deze ook in drie games gaat afsluiten. Wow. Mooie winnaar. Ja. Mooie touch van Pietro. 7-3. Inch perfect.
Ja, nee, dat, ik sluit me wel aan bij deze 3-0 van Pedro. 8-3. Dat is ook niet de juiste bal om aan te vallen, zou ik denken. Ja, en je vraagt Jero kans zou maken tegen Lauwens-Jan. Ik ben heel benieuwd hoe Lauwens-Jan teruggekomen is van zijn blessure, hoe hij op dit moment speelt. Ik heb eigenlijk persoonlijk het idee dat hij alleen maar beter is geworden door zijn blessure. Dat hij zich heeft gerealiseerd inderdaad van hoe fortunate hij eigenlijk is met het leven. En dat hij echt letterlijk van elk moment aan het genieten is, nu dat hij op de baan staat en dat hij kan trainen. En, dus ik zou denken dat Lauwens-Jan daar wel met de winst vandoor gaat. 9-4. Ja, maar misschien lopen we ook te ver op de feiten vooruit. Het is vrijdag. Ik ga zeggen, ik weet heel eerlijk niet of Sebastiaan van Bart heeft gewonnen, maar vorig jaar won Sebastiaan natuurlijk van Pedro in de finale. En dat zou dan de ontmoeting worden in de halve finale, tenzij Bart natuurlijk heeft gewonnen van Sebastiaan. Dus dat is al een moeilijk genoeg horde om te nemen om kijk. Heeft hij hem? Ik krijg het opgevolgd daar. 5-9. Al dacht hij dat het niet meer nodig was. Mooie beelden. Mooi ook trouwens. Dan heb Jero 2-0, 9-4 voor. Dan eigenlijk zo'n onhaalbare bal. Maar gaat er wel weer voor, hè? Zeker, zeker. Dat is zo echt een pitbull. Mooi. Laat nooit los. Blijf maar gaan. Nee, ik kan Pedro. Ik heb hem heel veel zien spelen. Ik heb hem. Ik kan niet zeggen dat ik hem ooit heb betrapt dat hij een wedstrijd heeft laten lopen. Misschien niet eens een punt, zit ik eigenlijk niet te denken. Dat wil ik nog wel betwijfelen. Maar dat gebeurt niet vaak. Zeker niet op dit soort events in ieder geval. Vecht hier voor alles. Vecht voor wat waard is. Meis kijkt een beetje. Teutert om die led die Pedro daar krijgt. Je moet sneller. Je neemt te veel tijd. Kom. Oké. Lekker bezig. Meneer, kom het woning. En dat komt hem ook meteen tot een. Leefde meteen een comic warning op. Time wasting. Voor de kijkers thuis, een conduct warning heeft niet direct impact op jouw puntenaantal. Maar stel je krijgt nog een waarschuwing, dan verlies je het punt. 6-9. Wat dan heet een conduct strike. Ja, ik vind het wel mooi dat René er toch wel in blijft hangen. Julia Ratter, Ellie Overniek, Sabine Koenig, dat is 10-6, matchball. Ja, niet nodig. Elma Lammers. 10-6, matchball. En Sanne Jeslet, 10-6, Gable. Mooi rally. Mooie drop weer van Meijsen. Zo kort, zo zacht. Goed tijd. Maar het levert het met punt niet op. Jeslet, 10-6, matchball.
Nice. Ja, het zijn nog steeds Billy's waar ze alle twee om vechten. Het is leuk om te zien. Is het goed? Ja. Mooie lengte. Ja, dat is het. Mooi, netjes. Ja, 3-0 overwinning voor Pedro. Toch wel redelijk overtuigend, denk ik. Maar leuke wedstrijd om te zien. Hoog tempo, veel verschillende shots. Ja. Maar zeker, Pedro overtuigend door naar de volgende ronde. Zie je nog een paar hoogtepunten van de laatste game. Laagste punt daar. Oh, ik dacht eigenlijk nog dat we die mooie lengte van De afsluiting Pedro zouden krijgen op het eind. Maar helaas. Wij waren wel in beeld. Ook mooi. Goed, dus Pedro Schuurtman wint 3-0 van René Meijs. We gaan om 7:50 verder met de volgende kwartfinale bij de vrouwen. En dat is Milou van der Heijden tegen Judith Diepenveen. Tot dan. Tot dan.